filmen. Ik heb eens gehoord in de vorige video dat we meer volwassen content moeten maken. Sorry, ik zie jullie even niet, jongens. Wat zei je? Je kan het wel hebben trouwens. Ja. Dat is een beetje jouw kapsel. Ik begrijp het niet. Dames en heren, volwassen content. Zit je in de woonkamer, doe kutjes niet. Ah, je was te laat. Nou. Ik bedoel, belastingaangifte. Leuk. Mensen, vandaag hebben wij een superleuke dag op het programma. We gaan namelijk Furtje en Gio Jaal ontmoeten op het Toverlandfeest. En we gaan ook optreden. Vandaag gaan we Furtje een box geven. En de video eindigt als we een box hebben gegeven. Ik ben wel meer fan van Furtje geworden sinds hij gewoon in onze video gewoon leuk meewerkt. Ik ben het daar helemaal mee eens. Je hebt massa die de film is ondertussen Formule 1 kijken. Echt hoor, het is echt zo'n oud, jongen. Ja, zo. Kijk hem staan. Ja, de kleur valt weer uit. Dikke dubbel gepakt. Oh my god! Wij gaan zo naar Toverland, maar wij zouden wij niet zijn. Als we niet in stijl gingen. Als Milo niet in stijl zou gaan. En omdat we vandaag gaan optreden in Toverland, hebben we besloten dat één iemand van ons de lul is. En die moet als tovenaar naar het feest. En ik heb een goed idee. Het is Milo. Wij gaan dat niet doen. Jawel. Verdomme, waarom ben ik altijd de lul? Laat eens even wat zien. Kijk, ik tover Roer een paard. En nu tover ik Mat, helemaal dat hij helemaal super lekker is. Hij werkt niet, maar gaan we nou echt naar een show toe? Ga je zo optreden? Is er iemand die hem serieus neemt? Dan heb je een act die je boekt voor een paar duizend euro. Met gewoon een gast die er gewoon normaal uitziet. En één tering tovenaar. Daar heb ik echt geen zin in. Nee, dat doen we het ook gewoon niet. Mat, kruip jij even onder bij mij onder de rok? Ja, de Sint-Def. Bij de Sint-Def op schoon. Kruip jij even onder de rok? Heerlijk hoor. Oh, zo. Ja, was lekker. Hé, hey, verslaafde truc! Verslaafd trucje magie voor het volk! Gozer. Je mond zit hoger, ja. Ik zou je natuurlijk kunnen helpen door het gewoon helemaal schoon te toveren, maar dat doe ik niet. Probeer het schoon te toveren? Nee, dat doe ik gewoon niet. Doe alsjeblieft. Oké, schoon! Oh mijn god, meneer, wat bent u een goede tovenaar? Ja, dat kan ik gewoon doen allemaal voor jou. Ben je Tita tovenaar of zo? Dat is het allergrootste dat ik ooit tovenaar. Ja, ik heb een keer, ik weet niet of ik dat op camera kan vertellen. Oké. Okay. Ik heb een keer een meisje super hard klaarkomen met deze toverstok. Hoe lekker. Hoe zijn de secundaire arbeidsvoorwaarden als tovenaar? Nou, ik ben tegenwoordig voor mezelf begonnen. Ben je ZZP'er? Ik ben ZZP'er. ZZP'er, tovenaar zonder personeel. Ik vind die onafhankelijkheid niet wel lekker, dan kan ik gewoon toveren wat ik wil. Als tovenaar binnen een bedrijf is het best lastig, want mensen kunnen het toch niet echt levelen met je. Dan zie ik ze boterham smeren en zo. Ja, wat? Nee, is het toch weer geregeld? Wat eten drinkt een tovenaar dan? Drink jouw koffie. Dan blijft alleen baard hangen, toch? Nee, dat kan ik wel drinken hoor. Kan je ook een fles ijs in één keer leeg toveren? Ja, toveren. Drink hem liever. Probeer het maar. Ja, die tover ik even. Godverdomme, jongen. Tover de deur open. Een hele magische middag. Als je geen tovenaar wil zijn, kan je zelf ook geen tovenaar toveren. Ik wil werken privé graag gescheiden. Ja. Hey, hallo. De Arbo is langs geweest, je moet wel brandveilig blijven. Dus je handschoen moet je ziet deze hele grote massieve ijzeren plaat. Geen bewegingen te krijgen. Nee. Ik zal hier speciaal thuis, zal ik hem open toveren. Bereid me voor, dit soort trucs hebben vragen wat energie. Moet ik vaak even van tevoren. En open! Maar dit had je nu gezegd over haar. Ja, ik schoot even uit in mijn manier. Ik laat het lopen. En hij is weer dicht. Heb je goed getoverd? Welkom bij de tovercursus. Trek vast deze handschoen aan. Dan, dan kunnen we beginnen met de toverles. Wat wil jij uit deze toverles halen? Wat zijn de trucs waarvan je denkt, als ik dat toch zou kunnen bereiken, zou echt mijn cursus geslaagd zijn? Altijd geil blijven. Geld blijven. Ja. Daar heb ik dus zelf nog nooit magie voor nodig gehad. Daarom dacht ik van dat jij me misschien daarmee kon helpen. Ja, ik had even aan je zitten. Lijkt een Grey Goose fles. Daarover gesproken, ontkurk er even eentje. Hey! En dan denk je, die muts is wat, die is leeg. Die Grey Goose fles eruit. Dat lijkt me wel. Dan pak ze aan meteen. Ja! Dit is echt een basisdrukje. Basisdrukje. Ja? Wat leuk is. Ja, maar er is nog een. Nog iets? Ja. Je denkt weer die duif. Ja, klopt. Ik ben de konijn, bro! Original content. Magische dag gewenst. Is je nou weer Formule 1 te kijken, Audi? Nee, nog steeds. Heb jij Leclerc net weggetoverd? Ik zou je zeggen, Leclerc gaat vanavond te serven. Overlijden aan een toverdoos. Goed nieuws. De eerste Q&A is begonnen. De Q&A van Thomas en Rutger is al lang begonnen. Ik zie namelijk staan. Thomas en Rutger beantwoorden al jullie antwoorden. De antwoord ga ik niet beantwoorden. Ik hoef daar geen tovenaar voor te zijn, terwijl je dat dan gaan weten. Klopt. Programma van vandaag om 12 uur Rutger en Thomas. 2 uur familie Latoy. Inclusief Gio en Jared. Zo. Oh mijn god, om 4 uur komt die vent van Marco. Prima. Prima. Doe even met hem. Marlijn, prima.
Leuk. Heel hetzelfde bedacht. Als wij dus ook niet is, dan gaan we even toe. Dan gaan we keihard maken, prima. En dan tering hartstuk. Dat lijkt me een uitstekend idee. Mijn vader is een tovenaar. Wat ik nog niet heb genoemd, super belangrijk voor het zijn van een echte tovenaar. Is een heel klein soort dwerghulpje. En waarom heb jij zonder hulp tovenaar? Ja, anders zie je dat de pillen super groot zijn. Een dwerghulpje. Een heel soort klein dwerghulpje. En hoe groot mag die dan zijn? Ja, ongeveer zo groot als die gast daar. Uber sukkel. Doe eens even op Roel de Avacadava. Roel. Avacadava! Ik ben dood. Ik hoop dat niemand misbruikt ervan maakt. Kan je een Magnum voor tovenaar, mij tovenaar? Ik tover jou maar even de bus in. Hoogst postplaats pas. Ik wou dat je in de bus zat. Ja, helemaal goed. Zo jongens, is er nog pils? Godverdomme, deze tovenaar heeft dorst en een toverbiertje. Ben je ook goed in zwerkbal? Dat bestaat helemaal niet, dat is wel Harry Potter verzonnen. Dat is echt een slap aftreksel van de toverwereld. Hey, kijk, ze verkopen je schenkstroop. Dat is leuk. Schenkstroop! Helemaal niet leuk meer. Niet leuk. Kan je misschien een watertje in mijn hand over? Tuurlijk jongen, hou je handje maar. Welk water wil je? Niets van. Gozer, toch geen water? Easy, je blijft niet bezig. Oh. Pam. Gozer. Vind je het toch lekker? Nog geen water. Gaat het toch, je vindt het toch lekker? Pak ik deze. Krijg jij nu watertjes van me hier. Pam. Dankjewel. Ik wilde zeggen, opnieuw, die staat er niet goed op, maar mensen hebben denk ik wel door dat het niet echt is. Ja, de reis wel echt. De magische wereld is wel echt. Blijf op. Ja, oké, deze baard is wel nep. Maar if you close your eyes, does it... Gente, wil ik zien! Ah, dat is gewoon weer raak hoor, heerlijk. Waarom pak je het ijs met je hand vast? Ja, omdat het sokje gebroken is. Je baard is, man. Dat is helemaal vies voor YouTube. Sorry. Sterf lekker allemaal aan de tover aids. Zo, weggetoverd. Schoon poef, man. Maar de olifant, die heeft de dikste billen van het hele land. Elke stap die ik zet, is het voor mij een steeds slecht idee aan het worden. Ik snap ook niet zo goed waarom ik heb hier ook... Ik wilde zeggen, ik snap hier ook een ja tegen gezegd. Dat heb ik niet eens ooit gezegd. Ineens was het gewoon algemeen besloten dat dit het idee was. Milo, misschien kan je mat uit die vuilnisbak toveren. Zeker, dat kan makkelijk. Uit deze grote bak. Hocus pocus, Pilatus. Pas uit deze bak tover ik Matthias. Godverdomme, weer mislukt. Hoe kan dat nou? Ik ga wel weer 2 uur reistijd. Voor Milo, jouw gevoel voor humor, hè? Mm-hmm. Ik vind dat knap hoe je altijd gelijk met allemaal grapjes... Ad rem. Ja. Ja. Ik kan je helpen trouwens. Ik zou misschien wel... Als je het wil, hè, dan moet ik even aangeven. Zou ik het dicht bij elkaar kunnen doen? Ja, dat zou ik kunnen doen. Ja, hier precies. Ja. Ik hier er ook speel. Joris van Tover heeft. Dat tovermaat van Ram. Wil hier aan de tover komen. Dit wil zuid zijn. Hey, we zijn op Heng, we toveren zo je moeder, ze is niet veilig al. Ze weten in de scene dat als ik tover, rela van je moeder, die is over. Zo! Milo, ja. Kan je mij misschien even iets geils vertellen? Natuurlijk kan ik jou wat geils vertellen. Denk even lekker aan hele grote romige borsten. Nee, leuk. Is die zo dun? Ongelooflijk hoogtepunt van neusvier. Ja. Mag ik alsjeblieft gewoon mijn toverstaf terug waar die bedoeld is, want dat is kinderachtige humor. Kijk, weet je wat ze zeggen? Louter paardje dan heeft al het dorst, toch? Oh nee. Oké. Lekker? Heerlijk? Ja, zwaartekracht werkt toch niet zo? Godverdomme. Goeie. Oh kut, ik bedoel. Meneer Greg Hoestover, jij kan toch, zeg maar Jezus, water en wijn. Jij kan toch water in wodka veranderen? 100%? Ja, doe. We hebben al wodka. Wat wil je dat ik nog meer toon? Nog meer wodka. Nou, proef maar. Ik heb lekker wodka. Bewijs maar dat het niet zo is. Neem maar lekker een slokje. Ja, de mensen thuis gaan jou niet geloven. Kom eens. Hey, mag ik hier wel binnen? Ja, even. Dus we willen één niet vragen. We durven het eigenlijk niet te vragen. Ja, als je het nu vraagt, zeg Marco, prima dan. Zou je het misschien één keer kunnen zeggen? Oké, komt ja. Ja? Marco Prima. Ik stond daar en ik zei gewoon voor de grap, want dat is je favoriet nummer. Ik zeg zo, je blik richting mij, tot het hele publiek. Voor de grap. Voor de grap. Voor de grap. Voor de grap. Nee. Prima. Dit is geen wedstrijd, hè? Jongens, veel. Hey, wat krijg jij betaald hiervoor? Wat? Ik weet als je de camera dit zeg ik niet. Oké. Okay. Kut, waarom werkt alleen bij ons? Gozer.
Hé, waar kom jij nou vandaan? Ik heb hem nu. Leuk. Hey Roel, wat is het probleem? Het probleem is dat er heel veel mannen en vrouwen zijn die nou, ongeveer 10 tot 12 jaar geleden besloten een kind te krijgen en dan hun kind hierheen laten komen. Hey! Maar ik zal ze even aanpakken. Pak ze aan. Dit is jouw moment dat laat zien dat je goed bent in opvoeden. Kennen jullie die houten achtbaan? Die houten achtbaan? Daar gaan wij nu heen om foto's te nemen. Wij gaan nu naar die houten achtbaan om foto's te nemen. Ja. Tot zo! Mensen, het gaat echt gebeuren. We zijn er klaar voor. Milo is een tovenaar. Milatus de tovenaar. Ik zeg maar, Milo heeft altijd best wel een grote bek. Maar je merkt wel zeg maar, de afgelopen 10 minuten dat hij steeds minder vertrouwen erin krijgt. Ik heb wel vertrouwen, maar ik heb er geen zin in. Ik weet niet of jullie dit gezien hebben, maar dit vond ik echt schitterend. Er gooit zo'n chick aan het begin van best wel ver de telefoon. Die knalt tegen de voorkant aan en die plont direct in het water. Ja, en ik heb hem even gefilmd nog net, in het laatste nummer. Dan zie je op het randje van de telefoon gewoon echt 20 centimeter onder water liggen. Nou, je komt naar huis, mama, ja, met telefoon, man. Geen enkel probleem, ik tover hem al droog. Als jij deze video even toverachtig afsluit, dan zijn we er wel, toch? Zal ik eens even een einde aan toveren? Dames en heren, jongens en meisjes, super bedankt voor het kijken. Ik heb er echt van genoten, maar dan niet. Waarom ben ik altijd de lul? Volgende keer word jij maar gewoon weer eens een of andere smurf of zo. Hoe oud zijn dat je was? 250. Op welke leeftijd kwam jij in de tovergang? Mensen, doei! Geflikkerd.